Hey, welkom bij een nieuwe video. De Tweede Wereldoorlog was een van de meest ernstige perioden in de geschiedenis van de mensheid. Door de jaren heen blijven er echter fascinerende ontdekkingen opduiken die ons een dieper inzicht geven in de gebeurtenissen en geheimen van die tijd. Vandaag laten we je de 20 ongelofelijke ontdekkingen zien uit de Tweede Wereldoorlog. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. In Wolf's Lair, het topgeheime militaire hoofdkwartier van Adolf Hitler aan het Oostfront, zijn tal van intrigerende artefacten ontdekt. Diep verscholen in de Masurische bossen van Polen lag dit geheime complex. Recent archeologisch werk op de site heeft significante items aan het licht gebracht die inzicht geven in de werking van de schuilplaats. Onder de opmerkelijke ontdekkingen bevinden zich de trappen die naar Hitlers persoonlijke barakken leiden en twee bunkerdeuren waarvan wordt aangenomen dat er één deel uitmaakte van zijn eigen bunker. Deze bevindingen geven inzicht in de indeling van het complex en de specifieke locaties waar in 1944 een mislukte aanslag plaatsvond. Op deze plek is een beschilderde vlag teruggevonden en een gegraveerde steen met het embleem van Hitlers speciale beschermingsbataljon. De Wolf's Lair met zijn hoge beveiligingsniveau en Hitlers langdurige verblijf van 850 dagen had immense betekenis voor het naziregime. Uiteindelijk, toen de oorlog zich tegen hen keerde, trok Hitler zich terug in zijn bunker in Berlijn en werd de Wolf's Lair vernietigd. Nummer 19. Weerstation Kurt was een automatisch weerstation van de Duitse Kriegsmarine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze werd in oktober van 1943 opgericht door een team van U-bootbemanningen in een geheime operatie in het noorden van Labrador, Newfoundland. Dit markeerde de enige bekende gewapende Duitse militaire operatie op het land in Noord-Amerika. Het doel van weerstation Kurt was het verzamelen van meteorologische gegevens die de Duitse U-bootoperaties in het Noord-Atlantische Oceaan konden helpen. Het station was uitgerust met geavanceerde technologie om temperatuur, windsnelheid, luchtdruk en andere cruciale weersparameters te meten. De verzamelende gegevens zouden waardevolle informatie verschaffen voor het plannen van U-bootpatrouilles en konvooiaanvallen. Hun geheime operatie bleef echter niet lang verborgen. In 1944 werd de gezamenlijke Canadese-Amerikaanse militaire expeditie, codenaam Operatie Victory, gelanceerd om het Duitse weerstation uit te schakelen. Met behulp van luchtfotografie en inlichtingen verzameld bij Duitse krijgsgevangenen waren de geallieerden in staat om de locatie ervan vast te stellen. In juli 1945 begon een team van Canadese soldaten, gesteund door Amerikaans personeel, aan een gedurfde missie om het weerstation te ontmantelen. Ze werden geconfronteerd met logistieke uitdagingen en moesten door ruig terrein navigeren, maar hun vastberadenheid wierp vruchten af. Op 22 augustus 1945 bereikten ze de locatie en demonteerden met succes het station, waarmee effectief een einde kwam aan de operatie van weerstation Kurt. Nummer 18. Truk Lagoon, gelegen in de Stille Oceaan, herbergt een van de meest beroemde onderwaterbegraafplaatsen ter wereld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende Truk als een belangrijke Japanse marinebasis en werd het doelwit van een verwoestende luchtaanval in februari 1944, bekend als Operatie Hailstone. De aanval resulteerde in het zinken van talloze Japanse schepen en vliegtuigen, waardoor de Truk Lagoon begraafplaats ontstond. Truk Lagoon is bezaaid met de overblijfselen van meer dan 60 schepen en 250 vliegtuigen, waarvan de meeste op de zeebodem zijn achtergelaten. De gezonken vaartuigen omvatten slagschepen, kruisers, torpedobootjagers, onderzeeërs, vrachtschepen en zelfs vliegtuigschepen. Deze wrakken dienen nu als kunstmatige riffen en trekken duikers van over de hele wereld aan. Het verkennen van de Truk Lagoon begraafplaats is als een reis terug in de tijd. De wrakken zijn namelijk opmerkelijk goed bewaard gebleven dankzij de kalme, beschermende wateren van de lagune en het ontbreken van sterke stromingen. Als je houdt van duiken, dan kun je hier door de spookachtige gangen van gezonken oorlogsschepen zwemmen, wat je een unieke duikervaring zal geven. Nummer 17. Volgens gedeclassificeerde CIA-documenten bestonden er vermoedens dat Adolf Hitler mogelijk naar Colombia was ontsnapt en tot minstens de jaren 1950 in leven bleef. De documenten onthullen dat een voormalige SS-soldaat beweerde regelmatig contact te hebben gehad met Hitler in Colombia en zelfs een foto als bewijs leverde. Het rapport ingediend door het hoofd van het CIA-bureau in Venezuela verklaarde dat de informant Philip Citroën beweerde Hitler te hebben ontmoet tijdens zijn reizen naar Maracaibo, naar Colombia, terwijl hij voor een scheepsvaartmaatschappij werkte. De vermeende waarnemingen zijn in de loop der jaren het onderwerp geweest van talloze complottheorieën. Hoewel de CIA de beweringen serieus genoeg nam om ze te onderzoeken, is er nooit concreet bewijs van Hitlers overleving gevonden.
Historisch gezien wordt algemeen aanvaard dat Hitlers laatste momenten in de Berlijnse bunker waren in 1945. Zijn lichaam zou volgens de rapporten zijn ontdekt door Sovjet-soldaten en later in een ongemarkeerd graf zijn begraven. De speculaties over Hitlers ontsnapping naar Zuid-Amerika zijn aangewakkerd door de ontdekking van andere hooggeplaatste nazi's in Argentinië en Brazilië, zoals Adolf Eichmann en Josef Mengele. Nummer 16. Tijdens de Tweede Wereldoorlog melden talloze piloten waarnemingen van mysterieuze luchtfenomenen die bekend staan als Foo Fighters. Een dergelijke waarneming vond plaats in mei 1945 toen een Duitse piloot een Foo Fighter waarnam nabij Kanten, Duitsland. De term Foo Fighter werd bedacht door geallieerde piloten en is afgeleid van het Franse woord feu, wat vuur betekent. Foo Fighters werden omschreven als gloeiende bollen die onconventionele vluchteigenschappen vertoonden. Ze verschenen vaak als lichtgevende bollen, schijven of langwerpige vormen en werden meestal gemeld als rood, oranje of wit van kleur. Het contact van de Duitse piloot met een Foo Fighter nabij Carentan voegt zich bij de groeiende catalogus van onverklaarde luchtfenomenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden waargenomen. De piloot beschreef de UFO als een helder, pulserend object dat zijn vliegtuig met opmerkelijke behendigheid volgde. De Foo Fighter handhaafde een consistente afstand en snelheid en tartte de wetten van de fysica terwijl het moeiteloos door de lucht manoeuvreerde. Deze waarnemingen beperkten zich echter niet tot één kant van het conflict. Het vreemde is dat zowel piloten van Duitsland, Italië en Japan als Amerika, Engeland en de Sovjet-Unie soortgelijke ervaringen hadden gemeld. Dit leidde tot speculatie over de oorsprong en aard van de Foo Fighters. De objecten werden vaak verward met vijandelijke vliegtuigen of geheime wapens, maar geen van beide zijden kon hun aanwezigheid of doel definitief verklaren. Sommige mensen geloven zelfs dat buitenaardse wezens misschien de oorlog kwamen observeren. Geloof jij dit? Nummer 15. Tot op heden is het bestaan van 7 systemen van schuilplaatsen en tunnels die samen Project Riese vormen bekend in de regio Uilengebergte. Project Riese was een massief bouwinitiatief dat werd ondernomen door Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doel van dit ambitieuze project blijft gehuld in mysterie en de volledige omvang en de doelstelling ervan moeten nog volledig worden begrepen. Gelegen in het Uilengebergte in het huidige Polen omvatte Project Riese de constructie van een netwerk van ondergrondse tunnels, bunkers en faciliteiten. Het exacte doel van Project Riese is nog steeds onderwerp van debat en speculatie onder historici en onderzoekers. In de loop der jaren zijn verschillende theorieën ontstaan, variërend van het potentiële hoofdkwartier voor Adolf Hitler, een geheime locatie voor wapenontwikkeling, tot een beveiligde opslagfaciliteit voor waardevolle artefacten. Sommigen suggereren zelfs dat het bedoeld zou kunnen zijn als een geheim ondergronds transportsysteem of een schuilplaats voor hooggeplaatste nazi-functionarissen. De tunnels strekken zich kilometers uit en bevatten ingewikkelde ontwerpen, waaronder kamers, schachten, trappen en zelfs waterinstallaties. Veel van deze ondergrondse faciliteiten waren ook uitgerust met zware explosiedeuren, ventilatiesystemen en andere defensieve maatregelen, wat duidt op een strategische belangrijkheid. Nummer 14. Het Ahnenerbe-project was een onderzoeksorganisatie opgericht binnen het naziregime in 1935. Onder leiding van Heinrich Himmler had Ahnenerbe als doel een ideologie van Ararische suprematie te legitimeren. Een van de belangrijkste doelstellingen van het Ahnenerbe-project was om archeologisch bewijs te leveren ter ondersteuning van het geloof dat het Ararische ras, door de nazi's beschouwd als het superieure ras, afstamde van Noorse goden. Het Ahnenerbe-project kreeg aanzienlijke financiering en middelen met miljoenen dollars toegewezen aan zijn inspanningen. De focus van het project lag op het verkennen van oude sites en artefacten, met name die geassocieerd werden met de Germaanse en Noorse culturen. Ze probeerden archeologisch bewijs te vinden dat de oude Germaanse stammen rechtstreeks afstammelingen waren van goden en inherent superieur waren aan andere rassen. De inspanningen van het project waren echter grotendeels onsuccesvol en ze slaagden er niet in hard bewijs te vinden tijdens hun zoektochten. Nummer 13. In 2016 schokte een Russische archeoloog de wereld met het nieuws van een angstaanjagende ontdekking in de besneeuwde bergen van Bolshoi-Chag in Rusland. Hij vond een mysterieuze koffer vol met alienachtige schedels. Wat deze ontdekking nog fascinerender maakt is de vermeende link met Ahnenerbe, die tijdens de Tweede Wereldoorlog bekend stond om zijn pseudo-wetenschappelijke experimenten. Maar wat is het verband tussen deze obscure nazi-organisatie en angstaanjagende vondst in Rusland? Terwijl we ons afvragen over de herkomst en betekenis van deze koffer met schedels, blijft het een van de vele mysteries uit een duister hoofdstuk in de geschiedenis. Wat denk jij dat de nazi's daar deden en zouden ze echt contact hebben gehad met iets bovennatuurlijks of buitenaards? Laat het me weten in de reacties.
Nummer 12. Het mysterie van de Ghost Blimp verwijst naar een incident dat plaatsvond op 16 augustus 1942 met betrekking tot een Amerikaanse marineblimp genaamd L8. De blimp steeg op nabij San Francisco met een bemanning van 2 ervaren piloten. Het werd echter het middelpunt van de aandacht toen het enkele uren later onbemand en afdrijvend werd aangetroffen. Het had die dag een routinemissie, maar na korte tijd in de lucht te zijn geweest, week hij af van zijn koers en ging hij richting zee. Toen hij niet reageerde op radiooproepen, stuurde de marine vliegtuigen om het te onderzoeken. Uren later werd de blimp drijvend boven de oceaan ontdekt, intact, maar zonder tekenen van de bemanning. De mysterieuze verdwijning van de bemanning leidde tot wijdverbreide speculatie en theorieën. Sommigen suggereerden dat de piloten een ongeluk hadden gehad, terwijl anderen denken dat ze mogelijk vijandelijke activiteiten hadden ondervonden wat leidde tot een gedwongen evacuatie. Er werd echter nooit een definitieve verklaring gevonden. Het incident kreeg de naam Ghost Blimp vanwege de griezelige omstandigheden rond het onbemande vliegtuig. De marine voerde een onderzoek uit, maar kon geen concreet bewijs vinden of het lot van de bemanning bepalen. De zaak blijft dus tot op de dag van vandaag onopgelost. In de loop der jaren zijn er wel verschillende theorieën ontstaan, waaronder suggesties van een geheime missie of een ontmoeting met een UFO. Nummer 11. Hitler's Globe was een belangrijk artefact dat zich bevond in het Berghof, zijn bergverblijf in de Beierse Alpen. De globe, die meer dan een meter in diameter was, stond op een prominente plaats in zijn studeerkamer. Het betrof echter geen gewone wereldbol, maar eerder een op maat gemaakte versie die de territoriale uitbreidingsplannen van Duitsland toonde. De globe toonde een aangepaste wereldkaart die de door Duitsland veroverde gebieden en toekomstige doelen benadrukte in lijn met Hitlers visie op een dominant Duits Rijk. Het weerspiegelde zijn megalomane wereldbeeld en zijn geloof in de superioriteit van het Arische ras en het Duitse volk. Hitler bestudeerde de globe vaak en traceerde met zijn vinger de gebieden die hij wilde veroveren en waarover hij controle wilde uitoefenen. Het werd een centraal punt in zijn strategische besprekingen en besluitvorming, terwijl hij zich voorstelde hoe de Duitse invloed zich zou uitbreiden over Europa en daarbuiten. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de Berghof vernietigd en veel van de inhoud, waaronder de wereldbol, ging verloren. Jaren later werd het door een soldaat gevonden en verkocht voor $65.000. Nummer 10. De Nazi-Gold-legende draait om de vermeende verborgen schat van nazi-leiders dat zich zou bevinden in Lake Toppelitz in Oostenrijk. Men gelooft dat de nazi's kisten vol goud en andere waardevolle voorwerpen in het meer hebben gedumpt toen ze zich terugtrokken in de laatste dagen van de oorlog. Lake Toppelitz ligt diep in het bos op ongeveer 98 kilometer van Salzburg en dienen als marinebasis. Verschillende getuigen, waaronder lokale bewoners en een neef van de Nazi-SS-officier Ernst Kaltenbrunner, beweren dat de kisten in het meer zijn verborgen. Terwijl er in eerdere expedities artefacten en vals geld zijn ontdekt, blijft het bestaan van een omvangrijke Nazi-goudschat onbevestigd. Duikers en schattenjagers hebben geprobeerd de vermeende buit te bereiken die 103 meter onder het oppervlak van het meer begraven zou liggen. De verkenning wordt echter bemoeilijkt door gevaarlijke omstandigheden, waaronder een laag gezonken boomstammen en takken. Verschillende mensen hebben zelfs hun leven verloren tijdens pogingen om de schat te bergen. Nummer 9. Heb je ooit afgevraagd waar Hitler begraven zou kunnen zijn? Dit blijft tot op de dag van vandaag een onderwerp van speculatie en dit zou nooit officieel openbaar zijn gemaakt. Er is echter wel een andere houten kist gevonden die tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebouwd door James Alexander Shute. James kon vanwege een medische aandoening niet het leger in en besloot door fondsenwervingsactiviteiten een houten kist te maken. Hij nodigde mensen uit om een penny bij te dragen aan de oorlogsinspanning en een spijker in Hitlers kist te slaan. De kist kwam uiteindelijk in het bezit van zijn buurvrouw en werd later gekocht door het Nationale Army Museum in Nieuw-Zeeland. Hoewel Hitler niet in deze kist werd begraven, is er een andere kist gevonden door de zoon van een antiekverzamelaar. Het is een gesloten kist die naar verluidt echt haar en een gouden omslag gemaakt van folie bevat. Nummer 8. Je kunt tot nu toe wel merken dat de nazi's heel wat van plan waren en na de oorlog wilden de Verenigde Staten al die kennis niet verloren laten gaan. Operatie Paperclip was een geheime inlichtingenoperatie uitgevoerd door Amerika in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Het primaire doel was het werven en onderdak bieden aan Duitse wetenschappers, ingenieurs en technici, met name degenen die betrokken waren bij geavanceerde ontwikkelingsprogramma's van Nazi-Duitsland. De operatie werd in 1945 gestart en duurde tot 1959. Onder operatie Paperclip werden meer dan 1600 Duitse wetenschappers, waaronder opmerkelijke figuren zoals Wernher von Braun, naar de Verenigde Staten gebracht.
Deze personen kregen immuniteit tegen vervolging voor hun eerdere activiteiten in ruil voor het delen van hun expertise en kennis. De werving van deze Duitse wetenschappers werd gedreven door de wens om tijdens de vroege jaren van de Koude Oorlog een technologisch voordeel te behalen ten opzichte van de Sovjet-Unie. Amerika wilde de expertise van deze individuen benutten, met name op het gebied van raketkunde, ruimtevaarttechniek en andere geavanceerde technologieën. Nummer 7. De Maustank, ook wel bekend als de Panzerkampfwagen, was een superzware tank ontwikkeld door Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was de bedoeling dat het de grootste en zwaarst bepanzerde tank ooit gebouwd zou worden. Er werden er slechts 2 prototypes gebouwd en geen van beide werden ingezet in gevechten. Vandaag de dag is een van deze prototypes te zien in het Kubinka Tankmuseum nabij Moskou, Rusland. De tank was een technisch hoogstandje en woog ongeveer 188 ton met bijzonder dikke bepantsering tot wel 220 mm op sommige plaatsen. De tank werd aangedreven door een enorme motor van 1200 pk, waardoor hij een topsnelheid van ongeveer 21 km per uur kon bereiken. Na de oorlog werd het overgebleven Maus-prototype door de Sovjet-Unie buitgemaakt en naar het Kubinka Tankmuseum gestuurd, waar het nog steeds te zien is. De enorme omvang en geavanceerde techniek van de tank maken het tot een boeiende bezienswaardigheid voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de militaire geschiedenis en technologie. Hoewel de tank nooit zijn beoogde doel in gevecht heeft bereikt, is alleen al het zien ervan voldoende om angst bij anderen op te roepen. Kun je je bijvoorbeeld voorstellen als dit ding daadwerkelijk in gevechten werd ingezet? Nummer 6. De documentaire serie Hunting Hitler duikt in een intrigerende FBI-zaak die al 70 jaar onopgelost is gebleven. Ze onderzochten een antwoord naar de vraag of Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog had overleefd. In de aflevering beginnen de onderzoekers aan een intense klopjacht om de waarheid te achterhalen door een nazi-huis in de jungle te verkennen. Een team van gerenommeerde onderzoekers, geleid door historisch bewijsmateriaal en getuigenverklaringen, waagt zich in de afgelegen jungle om te zoeken naar enig teken van mogelijke aanwezigheid. Het nazi-huis wordt het middelpunt van hun zoektocht, terwijl ze de locatie nauwkeurig onderzoeken op aanwijzingen en overblijfselen die licht kunnen werpen op het verhaal. De betekenis van dit onderzoek ligt in de voortdurende mysteries rond de dood van Hitler en complottheorieën suggereren alternatieve scenario's zoals zijn ontsnapping naar Zuid-Amerika. We weten allemaal dat Hitler een bepaalde levensstijl wilde handhaven en het huis, hoe afgelegen het ook is in de jungle, beschikte over 2 slaapkamers, op maat gemaakte tegels en een bovengemiddelde levensstandaard. Denk jij dat dit huis werd gebruikt door een hooggeplaatste nazi-officier of misschien wel Hitler zelf? Laat het me weten in de reacties. Nummer 5. De V-2-raket was 's werelds eerste lange afstand geleide ballistische raket en werd voornamelijk ingezet tegen geallieerde doelen, met name in de latere stadia van de oorlog. Het werd aangedreven door een vloeibare brandstofmotor en had een bereik van ongeveer 320 km. Het kon snelheden tot 5600 km per uur bereiken en kon een oorlogskop van ongeveer een ton dragen. De raket werd verticaal gelanceerd en bereikte een maximale hoogte van ongeveer 97 km voordat hij met supersonische snelheden naar zijn doel weer daalde. Ongeveer 4500 V2 raketten werden op verschillende locaties geassembleerd waarbij Preunmünde, gelegen in het Harzgebergte in centraal Duitsland, de belangrijkste productielocatie was. De productie van de V2 raket was een complexe en grootschalige operatie waarbij verschillende componenten betrokken waren zoals motoren, geleidingssystemen en oorlogskoppen. Ze werden naar lanceerplaatsen vervoerd en afgevuurd op doelen in Engeland, België en andere geallieerde gebieden. Veel van de Duitse wetenschappers die aan het V2-programma werkten, waaronder Werner von Braun, werden later gerekruteerd door de Verenigde Staten als onderdeel van operatie Paperclip. Nummer 4. De Ararische Gouden Ketel is een controversieel artefact dat de juridische geschillen heeft veroorzaakt vanwege de beweerde band met Nazi-Duitsland. Het verhaal van de ketel begint met de ontdekkingen van op de bodem van het Duitse Schiedammeer waarin in 2001 werd gevonden door Jens Essig. Aanvankelijk werd gedacht dat de ketel een oude gouden ketel was uit pre-christelijke tijden, maar de leeftijd en herkomst van de ketel werden in twijfel getrokken wat leidde tot een strijd om eigendom. Jozef Hassebweller, die de ketel in 2017 voor een aanzienlijk bedrag kocht, had uiteindelijk een rechtszaak aangespannen tegen Jens. Jozef beweert dat Jens hem herhaaldelijk heeft aangemoedigd om de ketel te kopen en beweerde dat het een authentiek Keltisch artefact met speciale betekenis was. Er wordt echter gesuggereerd dat de ketel mogelijk het werk is van een nazi-goudsmid Otto Gahr in opdracht van een lid van de nazi-partij. Nummer 3.
Operatie Bernhard was een geheime operatie uitgevoerd met als doel economieën van vijandelijke landen te destabiliseren door ze te overspoelen met valse bankbiljetten. De operatie was vernoemd naar de bedenker ervan, Bernhard Krüger. Het begon in 1942 en omvatte een team van bekwame vervalsers, vele van hen Joodse gevangenen uit concentratiekampen. Deze gevangenen werden gedwongen om valse Britse ponden en Amerikaanse dollars te produceren, evenals andere valuta, met nauwgezette aandacht voor detail. De valse bankbiljetten waren ontworpen om niet te onderscheiden te zijn van echte. Het primaire doelwit van operatie Bernhard was de Britse economie, aangezien de nazi's de waarde en het vertrouwen in de Britse valuta wilden ondermijnen. De valse bankbiljetten waren zo overtuigend dat ze wijd werden verspreid in verschillende landen, waaronder Groot-Brittannië, en veroorzaakten aanzienlijke verstoringen in hun economieën. Het had ook het potentieel om chaos te veroorzaken in financiële systemen en het vertrouwen in legitieme valuta te ondermijnen. Richting het einde van de oorlog, terwijl geallieerde troepen naderden, werd de operatie afgeschaald en uiteindelijk stopgezet. De valse biljetten die niet werden gebruikt, werden in de Oostenrijkse meer Topiletzee gedumpt om het bewijs van de operatie te verbergen. Een interessant feitje is dat operatie Bernhard bekend staat als een van de grootste vervalsingsoperaties uit de geschiedenis. Nummer 2. De USS Lexington, ook wel bekend als Lady Lex, heeft een bijzondere plaats in de geschiedenis van de maritieme oorlogsvoering. Als een van de iconische vliegdekschepen van de Verenigde Staten speelde de USS Lexington een cruciale rol in de Tweede Wereldoorlog. Het nam deel aan bijna elke belangrijke operatie in de Stille Oceaan. Vliegtuigquadrons namen deel aan intense luchtgevechten waarbij ze met succes 372 vijandelijke vliegtuigen in de lucht vernietigden en nog eens 475 aan de grond. Dit had een grote invloed op de uitkomst van verschillende confrontaties en bood vitale ondersteuning aan geallieerde troepen. In 2018 werd het schip in de Koraalzee gevonden, ongeveer 800 kilometer voor de oostkust van Australië. Het schip speelde een belangrijke rol, maar werd in mei van 1942 tot zinken gebracht om te voorkomen dat het in vijandelijke handen zou vallen. De ontdekking van het schip in relatief goede staat was een opmerkelijke prestatie op het gebied van marinearcheologie. Nummer 1. De Führerbunker was een belangrijke locatie tijdens de laatste dagen van het leven van Adolf Hitler en de afsluitende fase van de Tweede Wereldoorlog. Gelegen 8,5 meter onder de ruïnes van Berlijn, diende de bunker als het versterkte hoofdkwartier en een verblijfplaats van Hitler. Gebouwd met betonnen muren bood het onderdak en bescherming tegen de escalerende Sovjet-artillerieaanvallen. De binnenkant van de bunker bestond uit verschillende kamers en faciliteiten. Het omvatte woonruimtes voor Hitler en zijn entourage, een vergaderruimte, een studeerkamer, een eetruimte en een communicatiecentrum. De bunker was uitgerust met ventilatiesystemen, generatoren en andere noodzakelijke voorzieningen om het dagelijkse leven ondergronds te ondersteunen. Na de dood van Hitler op 30 april 1945 verminderde de betekenis van de bunker en vandaag bestaat de bunker niet meer in zijn oorspronkelijke vorm. Het is namelijk gedeeltelijk gesloopt en ligt onder de parkeerplaats van een appartementencomplex. De site is gemarkeerd met historische plaquettes, maar het grootste deel van de bunker is niet toegankelijk voor het publiek. Interessant genoeg staat boven de restanten van Hitlers bunker nu een kinderspeelplaats. Deze tegenstelling van een speeltuin en een historische locatie dient als een schrijnende herinnering aan de transformatie die Berlijn heeft ondergaan sinds de oorlog. Heb jij wel eens wat gevonden uit de Tweede Wereldoorlog? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.